Heb je een onstabiele wifi verbinding op je PlayStation 4 of 5? Probeer dan dit. Op de PlayStation 4 ga je naar de settings, network, en dan setup internet connection, dan natuurlijk use wifi, dan ga je voor optie makkelijk oftewel easy. En voordat je hier verder klikt, ga je staan op het netwerk wat van jou is en dan druk je op de opties knop en dan opent zich dit verborgen menuetje. En dan zie je de verschillende frequenties van je wifi netwerk. Deze staat standaard op automatisch. Maar juist daar kan het wel eens fout gaan. Wanneer je dicht bij de router zit, kan je het beste voor 5 GHz zetten. En zit je er ver vanaf. Dan kies je voor 2.4 GHz. Maar je kan dit gewoon proberen wat voor jou het beste werkt. En heb je een PlayStation 5? Nou, dan ga je ook naar de settings. En dan selecteer je hier Setup Internet Connection. En dan voordat je hier verder gaat, druk je hier op deze knop. Oftewel de opties knop. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde de Wi-Fi Frequency Bands. En dan kijk je welke frequentie voor jou het beste werkt. En dan zal je merken dat je wifi verbinding stukken stabieler is. Nou, meer tips voor je PlayStation. Volg dit kanaal.